De gerechten, zeg maar, van India zijn ook meer Surinaams. En uw accent is wel een beetje Surinaams. Ja. Ja. Uit Amsterdam-Zuidoost, Holendrecht. Want we gaan een grote pan maken. Is dit iets wat u vaker kookt? Niet vaker, maar ik eet wel vaak. Ja? Ja. Maar dan van iemand anders? Ja. Ah, ja, ik vind het altijd zo lastig dat je zoveel verschillende ingrediënten maar moet uitbalanceren in een gerecht. Ja, maar daardoor wordt het steeds lekker natuurlijk. Nou, daarom vind ik het ook zo lekker. Kent u dat Indiaanse restaurant in de Jordaan, de zijstraat van de Westerstraat? Ik ben een week terug bij Guru geweest in de Rijnstraat. Is die lekker? Ja. Ja? Moet je een keertje proberen, okay. Bij Guru. Guru. En die op de hoek van de Stadhouderkade en de Van Wouwstraat, kent u die? Ja, die schijnt heel bekend te zijn. Ja, dat is Bouwen. Ja, en? Van vegetarisch eten. Als je vrijdag, zaterdag of zondag komt, moet je in de rij staan buiten. Omdat het zo druk is? Ja. Namaste. Ik groet u uit mijn hart, ja. Uit uw hart. Daarom doen we altijd zo. Namaste. Ja. Maar, en dat is India's? Of ja. is dat Hindi's? Nee, dat Hindoeïstisch? Is India. Komt yoga uit India? Bij yoga zeggen ze allemaal namaste, toch? Ja, ja. En u eet vegetarisch altijd? Nee, hè? Nee. Want anders dan zitten we nu geen kip te snijden. Nee, ik eet wel gevogelte en vis. En mevrouw is helemaal vegetarisch. Vanaf haar geboorte. En bent u gelovig? Ja. Welk geloof? De Vedische geloof. Vedisch? Ja. Dat is de geloof, zeg maar, van de... Kijk. Vedas. Er wordt gezegd dat er vier boeken zijn. Dat zijn de eerste boeken, zeg maar, ter wereld die ooit door de rishis zijn geschreven. Dat gaat nog veel verder terug dan het boeddhisme en het hindoeïsme. Ja. Oké, ja. Wat bijzonder. Bij de hindoes heb je ook, zeg maar, twee stromingen, net als bij de katholiek en... De christenen. Wij hebben geen beeldenverering en die anderen wel. Okay. Dus wij bidden rechtstreeks tot God. En de anderen? Bidden met hulpmiddelen. Als je erin gelooft, ja. Doe maar. Ik heb ooit een documentaire gezien over India. En daar zag je dat er een gigantische moskee was. Heel groot. En daar kon iedereen een maaltijd komen halen. Ja, in Orissa. Dat zou heel goed kunnen. Er kwamen gewoon 4000 mensen of zo kwamen daar. 40.000 mensen. 40.000, ja. Ja, komen daar een maaltijd halen. 40.000 ja. Mensen. Zo. Dat is allemaal gratis. Vanuit het geloof wordt dat gegeven aan de ja. Mensen. Ja. Daar kunnen we in Nederland nog een puntje aan zuigen, denk ik. Hier zou het niet kunnen. Nee. En is er een heel groot verschil tussen Suriname en India in cultuur? Ja. Wat is het grootste verschil? Zeg maar de mensen daar... Die zijn nog steeds erg gelovig. In Suriname? Nee, in, India. India. Ja. En mensen die in Suriname, die hebben alles een beetje, zeg maar, het westerse opgenomen. Ja, ja, daar konden ze natuurlijk ook niet alles aan doen. Nee. Nee. Oké, dus dat is echt een groot verschil. Ja. En wat is dan uw mooiste herinnering? Nou, alles dat je daar alles vrij... kan lopen, geen jas, noem maar op. Ja, het is lekker veel buiten, lekker ja, veel op straat. Alleen maar buiten. Veel samen, allemaal ja. Buiten. Deze uitknijpen? Ja. Volgens mij zijn we er dan. Ik heb half bosje koriander gedaan. Ja. Deksel, klaar. Elke keer dat ik hem moet doen, word ik weer een beetje zenuwachtig dat hij goed moet gaan. Hey. Tjaka, hey. En nu bent u aan de beurt. Hoi! Hop! Boom! Heb hem! Nou, dat is netjes. Kijk, doe maar. Klaar voor het moment? Klaar voor het moment, ja. Oei! Kijk eens aan. Ah. Dat is niet normaal, hè? En hoe eet je dit normaal gesproken? Alleen met naambrood of is het ook met basmati-rijst? Ook ja? Met dat, ja. Oeh. Even kijken. Deze erbovenop. Ja. Mooi. Echt lekker. Nee, echt lekker. Hij is goed gelukt. Ja. Wij zijn de beste. Mwam.